Ajax Real Madrid. Leuke wedstrijd. Ja, toen jullie het hoorden, was het blijdschap, opluchting? Nou, blijdschap, een fantastische wedstrijd. Daar te mogen spelen. En ze zijn natuurlijk niet het beste doen. Dus ze zijn wel erg goed in de Champions League de laatste jaren natuurlijk. Maar ze zijn niet het beste doen. Dus ik zie zeker mogelijkheden. Het is een mooie tegenstander. Volgens mij zijn ze een beetje uit vorm de laatste tijd. Maar goed, het is natuurlijk een tegenstander met veel kwaliteit. En dan kunnen we ons weer mooi meten. Ze hebben dus deze geweldige elftal. Ze zijn niet hun best te doen, maar het is wel in de elftal om zeker rekening mee te houden. Want die fantastische spelers, dus we kunnen aan de bak. Dit jaar gaan ze wat minder, maar in mijn ogen nog steeds een van de beste teams die er is. Maar wel flink wat kwaliteit ingeleverd met het vertrek van Ronaldo naar Juventus. Ja, nee, tuurlijk. Hè, die missen ze wel, maar ze hebben nog steeds jongens, hè, Bill, dat soort jongens. Dat zijn ook topspelers. Dus, ja, maar wij zullen gewoon naar onszelf moeten kijken en zorgen dat we het zelf gewoon goed doen. Het is toch een 50-50 wedstrijd dit? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Real nog steeds favoriet is. Maar ja, we moeten het gewoon lastig maken en we moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan. Is het misschien wel de meest ideale loting, Real Madrid? Oh, dat weet ik niet. Als we door zijn, dan was het de ideale loting. Nee, maar ik denk dat je tegen Madrid het meeste kans maakt van alle nummers 1. Dat zou zo kunnen. Maar ik denk dat wij de meeste wel kunnen hebben.